alles onder controle? Wij hebben alles onder controle, zeker weten. Het is een andere opzet, zie ik. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. De matten zijn weer anders gelegd. Het heeft ook alles te maken met nieuwe eisen van de bond. Maar het heeft ook te maken met het aantal judoka's wat momenteel ingeschreven staat. We hebben dit jaar een recordaantal van 850 deelnemers. Dus, ik had al zo'n vermoeden, maar het is echt druk. Ja, het is echt druk, want er stonden zelfs nog ergens tussen de 100 en 150 deelnemers op de wachtlijst om alsjeblieft nog mee te mogen doen. Maar dat ging helaas niet meer. Dus we hadden ook zomaar rond de 1000 kunnen zitten. Dat is, ja. Een week later is een goede set. Dat is inderdaad een goede set geweest, ja. Ja, klopt. Ja, en dat was ook gezien het aantal scheidsrechters wat we nodig hadden, was dat ook echt nodig. Want er lopen hier vandaag 54 scheidsrechters rondom, terwijl we normaal 35 tot max 40 hebben. Dus nu echt, ja, ook qua aantal scheidsrechters, ja, hebben ze hard nodig. Ja. En het draait heel dag door, hè? Allemaal in leeftijdscategorieën, hè? Ja, dat klopt. Ja, we zitten in gewichtsklassencategorie verdeeld. En ja, dat gaat de hele dag door. We zijn nu ook overgegaan naar 5 blokken. Dus we zaten normaal altijd op 4 blokken, maar we zitten nu op 5 blokken. En dat heeft weer te maken met het aantal deelnemers. Ja, dan kun je dat niet meer in 4 blokken behappen. En ook onze prijsuitreiking moesten we toch iets aan gaan passen. Omdat anders de tijdsdruk te groot werd. En dan zou het een uur of 7, 8 worden dat we klaar waren vanavond. Dus helaas, ja, dan moet je keuzes maken soms. Wat maakt dit toernooi dan zo bijzonder? Ja, ik denk dat het toch een beetje de opzet van het toernooi is. En, want je hoort ook toernooien uit Noord-Nederland die het wat minder draaien, zeg maar. Die wat minder deelnemers krijgen. Hier is het juist net andersom. We hadden wel een iets grotere toeloop verwacht. Ook in verband met het verplaatsen van de toernooienweek naar achteren. Maar ja, dit overtreft eigenlijk alle verwachtingen op dit moment. Ja, wat dat betreft, goede set. Ja. Geniet ervan. Ja, dat gaan we zeker doen.